naam is Andy Lürling. Ik ben 36 jaar jong en ik ben de oprichter en CEO van iOpener Media. We zijn op dit moment op het circuit van Zolder in België. Naast Zandvoort, zeg maar het belangrijkste circuit voor ons op dit moment, omdat hier het meeste van het testwerk gebeurt. Wat we doen, en dat is ook het patent, we hebben een box ontwikkeld die we in de auto stoppen. En die box pakt GNSS, GPS-data op vanuit de satellieten en de telemetrie van de auto. En die combinatie die zenden we over naar een trackserver. En vanuit daar wordt het naar serverparks in de wereld gezonden. En die zorgen ervoor in dat hele proces dat je tussen de 2,5 en 5 seconden later in Amerika of in Azië kunt racen van achter je computer tegen de rijders die hier op je circuit rijden. Uiteindelijk zijn we erin met het eerste idee in 2006 mee gestart. In 2007 hebben we bij de European Space Agency in hun incubator programma gezeten. Daar hebben we het proof of concept neer kunnen zetten. Het was ook met behulp van de European Space Agency dat we de kennis konden gebruiken van de knappe koppen daar. Dat we het hebben mogelijk kunnen maken om inderdaad één te zorgen dat er zo'n box komt die heel accuraat de positionering van de auto oppakt. Twee, dat de data binnen bijna no time zeg maar wordt overgezonden naar de huiskamer. En drie, en dat is een ander element wat ik nog niet heb genoemd, dat we als bijvoorbeeld Lewis Hamilton achter mij is, hij zal misschien toch wel sneller zijn dan ik, dat hij mij niet ziet, want ik ben een virtuele rijder. Hij zou recht door me heen rijden, wat een slechte game experience is. Dus we hebben die botsingen, zoals wij het noemen, tussen de echte wereld en de virtuele wereld, hebben we geïdentificeerd en daar hebben we artificial intelligence, dus programma's, software omheen ontwikkeld. Dat op het moment dat Hamilton heel dicht bij mij komt, dat in plaats van dat hij door me heen rijdt, we even de echte data stopzetten, dat er een realistische inhaalmanoeuvre zeg maar volgt en dan gaat Hamilton weer terug naar zijn eigen positie. Om een goede game neer te kunnen zetten moet je echt een hele accurate positionering hebben. Als je kijkt naar TomTom en de normale auto's op de weg, dan heb je het echt over meters accuraatheid en wij moesten dat naar centimeters brengen. Dus dat hebben we met behulp van de European Space Agency, ik kan het niet goed zeggen, teruggebracht naar centimeters, naar pak een beetje onder de 30 centimeter. Wat zowel voor de gamesindustrie genoeg is, omdat we de rest zeg maar kunnen verspijkeren met software, maar ook, en niet onbelangrijk, voor de motorsportindustrie voldoende is, omdat we op basis van die 30 centimeter kunnen bepalen of een auto binnen of buiten de track is. Met behulp van de curbstones. En we hebben ook gemerkt dat onze positionering en het gedrag van de auto zo goed te bepalen is wat voor de motorsportindustrie er een belang bij is om onze boxen in auto's te hebben. Omdat bijvoorbeeld voor safety control van de track we kunnen zien met onze apparatuur of een auto inderdaad binnen, buiten de track is, maar ook of een abnormaal behavior is. Ja, als ik voor mezelf spreek, dan is voor mij een hele grote hulp Macht in de Ronde. De oprichter van Guerrilla Games en Lost Boys Games. Hij zit ook in mijn advisory board, zoals ze het noemen. Als je kijkt wat die persoon in zijn leven met dezelfde leeftijd als mij al voor elkaar heeft gekregen en dat hij toch in de wereld wordt gezien als een van de game gurus. Daar kun je alleen maar veel van leren en dat je uit het netwerk van hem heel veel contact haalt. We richten ons nu op de autosport. Voor het grote publiek naar de games toe. Auto race games.
We gaan dit ook met motorsport doen, dus met motorraces. We zijn in gesprek al een tijdje voor flight simulators, dus dat je kunt vliegen tegen de echte piloot. En dat kun je doortrekken naar verschillende genres in de game-industrie. Denk aan downhill, snowboarden, uiteindelijk zal het allemaal mogelijk zijn, maar dan heb je het over jaren van nu. Vandaag zijn we hier aan het testen voor de game van Simbin, die 1 oktober zeg maar live op de site te zien is. De site URL is www.real-timeracing.com. Mensen kunnen zich daar op dit moment ook nog voor aanmelden om kans te maken om beta-tester te worden. En met beta-testen bedoelen we dat we jullie gratis laten spelen. En dat we wel feedback verwachten van oké, wat werkt technisch niet, wat vind je functioneel nog niet helemaal optimaal. En hoe vind je de experience en hoe kunnen we de experience gaan verbeteren in de toekomst en in de echte versie.